En voor techniek weer gebruik je nou voor... Bijna altijd het is. Het is om te voorkomen dat het echt te gedetailleerd wordt met dit soort onderwerpen. Ja. Je moet echt wat weer een suggestie geven, ja. Dan dat je echt de zaak letterlijk weergeeft. Ja. Dus ook als je dicht op het schilderij gaat, dan zie je dat het eigenlijk maar klodders verf zijn. Ja, ja, maar dat is... een afstand, dan zie je dat het een bepaald geheel is. Ja. Ja. En als je op laagje over laagje gaat, dan, dan krijg je weer speelsheid. Ja, ook kleuren nuanceren. En is dit een bestaande situatie of is dat de ernstige? Het is van de laatste vakantie in Dardenne. Ja? Een foto genomen en daar zaten we vlakbij. Hè. Dat is zo'n sfeer voor iets geweest. Ja. Dat heb ik nog vast. Ja. Ja. Het ziet er echt ook heel natuurlijk. Maar is het een beetje of zo? Ja. 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 Ja, als ik dat er deze nauwelijks van voel, want het zou ook een rivier kunnen zijn. Ja, ja. Het is echt maar een heel smal beekje. Als je een aanloop neemt, kun je er ook in spreken. Dus je bent ook dikwijls in de natuur aan het kijken van, god, dat zou wel, dat zou ook wel eens vast wel liggen. Ja, ik zoek altijd wel onderwerpen. Ja, net zoals een fotograaf zijn, zijn foto's. Maar dat is toch de kunst om het dan ook zo te krijgen. Ja. Nou ja, om een persoonlijke weergave te geven. Ja. De schilderijen die als het ware foto's, bijna foto's zijn, die zijn het niet. Nee, dat is niet, mooi. Nee, dat de hand van de meester moet ook kunnen zien. Hè. Ja, het is ook veel meer de kunst is eigenlijk, je moet interpreteren. Ja. En datgene wat je waarneemt, wat je voelt, om dat erop te zetten. Ja. Maar ik ben wel echt met de natuur bezig de laatste tijd, hè? Nou, ook dat. Nee, ook wel, dat. Maar ook portretten en zo, ben ik vinden. Vooral dat wisselt af, portretten in de natuur. Ik heb ook een periode gehad, dat ging ik alleen bezig met dorpsgezichten. Ja, ja. Vergezichten ook, waar dorpjes in lagen. Ja. Maar nu even niet. Nee, nee. Nu even niet. Maar je hebt ook heel mooie dingen van stranden en zo. Van, Ja, soms lukt het wel. Ja. Je moet er ook een beetje de bui voor hebben hoor. Of ineens de gelegenheid. Ik snap het. Soms dan fiets ik, of tenminste dan rijd ik door Zeeuws-Vlaanderen, soms op de fiets. En dan kan ik ineens stoppen en dan maak ik een schetsje van. Ja. En nou, dat is mooi om te gaan schilderen. Ja. En dan zet ik er de kleuren bij en dan ga ik dan thuis uitwerken. Ja. Gewoon leuk. Dat ziet er dan heel anders uit dan de werkelijkheid, maar het is. En dan de stemming waar je dan op dat moment bent, ja, dan zet je dan op het schilderij. Ja, precies. Ja. Mooi hoor. Ja. Dus je hebt hier al heel veel uurtjes. Hier heb ik heel wat uren over gehad. Ja. Maar verder je andere werk ziet, is echt verbluffend in een stil levens. En ik zie daar die bloempotten met. En dan portret. Dat is eigenlijk een eerbetoon aan mijn eerste leermeester, Gerard Menke. Ah, dat is een beetje de stijl waar hij ook in de schilder doet. Ja. En die heeft hem ook bijgebracht, ook geleerd. Ah, oh, leuk. Ja. Dat is een, dus dat is een soort emotionele eerbetoon. Ja. Ja, het heeft betekenis. Ja. Ik verkoop het ook niet. Dat is ook een van die schilderijen, die ga je een paar keer kwijt. Ja. Maar die hou ik. Ja, dat is typisch. Hè? Iedere kunstenaar die heeft dat, hè? Ja. Een bepaalde stukken waarin ze over emotionele waren, dat hij er geen afstand van kan nemen. Ja, het is overdreven gezegd, maar het zijn een soort kindertjes. Ja, ja, maar daar kan ik me heel goed in denken. Ja, maar het is maar tijdelijk hoor. Van, na verloop van tijd, dan, dat kan een paar maanden zijn, dat kan een paar jaar zijn, maar dan heb ik zoiets, ik heb het gezien. Ja. Maar dat is ook eigenlijk een verwerkingsperiode dan. Zo zou het kunnen. Ja, is er. En dan heb je daar nog een mooi portret. Ik denk dat dat een van je laatste werken is. Nou, dat is nog van 2009. Dat is het laatste werk. Maar dat was een toevallige logé van een vriendin van de kult die kwam hier schitterend. Logeren, en die bracht een dochter mee. Ja. En ineens had ik zoiets van, die wil ik schilderen. Ja. Dus, ik snap het. Nou, dat is ook wel heel erg gelukkig. Ja, dank je. Ja. En dat zijn portretten, die maak je dan in 2 uur tijd. Ja. Dat duurt echt niet langer. Nee. En de kunst is dan van loslaten, de vader blijven. Snap het. Ja. En, maar wel, Maar er zijn ook portretjes, die heb ik al 3-4 keer over geschilderd en zo, en daar ben ik nog niet helemaal tevreden zoals het is. Ik kan het hier even laten zien. Dit is ook een portretje. Oh, dat is ook wel heel erg mooi. Ja. En het was een vrouw, dat is ook een vriendin van Bruno. Ja.
heel erg verlegen. Mm-hmm. En ik wilde die verlegenheid, die wilde ik pakken. En het lukte me niet, het lukte me niet. Mm-hmm. En het is nog steeds niet dat ik zeg van dit, dit is het al 100%. Dus ik laat het staan, ik hou het niet op en dan ga ik nog eens een keer aan doorwerken. Snap ik. Nou, ik vind het qua compositie geweldig. Ja, ja, dus als je ziet het perspectief, de diepte en maar iedereen ziet ook iets anders in de schilderij. Is ook zo, is ook zo. Maar het is ook wel een pure inspanning, maar ook wel ontspanning, denk ik. Het is absoluut ontspanning. Ja, ja. Ja, dat is, ja. Ja, ik denk niet dat je, dan ben je echt, zit je in de schilderij. En dan laat je alles van je afgeleiden, denk ik. Ik denk aan niks anders. Ja. Ik denk eigenlijk aan niets. Ja. Ik schilder en het is, er komen andere gevoelens er los. Ja. Het is net zoals iets als, als je een goed boek leest of zo. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is goed mee te vergelijken. Ja. Ja. Hart, ik wil bedanken voor dit gesprek. En ik vol bewondering voor alles wat jij presteert op schildergebied. En ik wens je veel succes. En, dat het nou heel veel mooie dingen mag maken. Ik zal het best doen. Oké, bedankt. Jij ook bedankt.